lekker racen in Mario Kart. Ik dacht, ik heb zin in Mario Kart, dus we gaan lekker daarin knallen. Hey Jesse, met mij is het prima. Hoe is het met jullie? Willy Lazy Lady zegt zin in, ja. Ja, ik dacht, ik heb gewoon even zin in Mario Kart. En dan gaan we gewoon lekker Mario Kart streamen. Laten we dan maar meteen het spel gaan openen dan. Ik ga lekker noepen. En Jesse zegt, gaat goed, ben benieuwd hoe je het gaat doen. Ja, ik vraag het me ook af. Als het goed is, komt Annette zo meteen eventjes in call. Totdat ze moet eten. Ik weet niet of er nog meer mensen zijn die zeggen, oh, in call lijkt mij ook wel leuk. Jette zegt, witte modus. Ja, ik heb de witte modus. En een toernooi maken. Dit keer moet ik het goed doen. Niet te vroeg op aandrukken. Die. Ik zie het al. Die. Want dat is een van de banen waar ik goed in ben. Sharon wil het wel eens proberen. Annette, zou je haar een rol willen geven? Hop, hop, gas erop. Succes met Zumba, Bianca. Oké, 150 cc. Ieder voor zich normaal. Met normale CPU alle voertuigen stuurhulp uit. Dan moet dit op een bepaalde periode. Het is nu 22 november. Hoor mij nou. Jongen, ik zit al lang thuis. 22 februari. Wel leuk al die tweetjes. Laten we 16 races doen. We gaan niet wisselen tussen geen teams. En alleen met code. Dus als je mee wil doen, dan komt de code nu in beeld. En dan moet ik ook even aan het werk, want dan kan ik de codecommand gaan aanzetten. Maar ik ga eerst even in call. Hallo, hallo. 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 Zijn jullie er al bijna klaar voor? Yes, goed. Ja. Ja. Oh, ik moet er heel veel verwijderen, zie ik. Nou, er staan er een beetje veel op mijn lijstje nu. Ja, nou, iedereen pak snel je switch erbij. Kijk, Maaike zit er al helemaal klaar voor. En wacht met deelnemen klikken. Ja, er zijn helaas mensen die geen switch online hebben. Dat is dan echt wel jammer. Vooral met Mario Kart. Mario Kart is echt zo'n spel wat gewoon leuker is om met andere mensen te spelen. Ja, dat ben ik echt mee eens. Ja. Ik ga nog heel even mijn deur dicht doen, moment. Ja. Oké, dan is wanneer Annette terug is, dan gaan we erin. Kijk, Goudrian die zoekt ook de code op. Gaat Goudrian wat mee doen? Goudrian heeft zo'n leuk Animal Crossing pakje. Ik klik hem alvast aan. Iedereen die nog wil meedoen met Mario Kart, we gaan nu net beginnen. Dus als je snel bent, dan ben je er bij de eerste race meteen bij. Ik ben ready. Ja, ben je ready? Yes. Sharon ook ready? Ja, ik heb nog heel even snel de laden van me. Ja, ben je ready? Ja. Oké, nou dan klikken we op deelnemen in 3, 2... Oh, wacht. Oh. Ja? Welke, hoe heet die? Nee. Hop, hop, gas erop. Ben je ready? Ja, ik ben ready. Ik klik hem echt net op B met mijn vinger. Ja, je kan er ook later in komen. Vandaar de codecommand. Dat als mensen later binnenkomen bij de stream en we zijn al begonnen, dan kunnen ze dan nog joinen. Maar in 3, 2, 1... Deelnemen. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik kan het vele malen makkelijker dan doen, hè? Nou, ik doe dit gewoon weer. Hoppatee. Oeh, Tope. Die vind ik leuk. Om die weer vogels aan spotten. Of kom je nou binnen mij? Ja? Zit er geen vogels in de tuin? Tope, die heb ik het leukste van de vier. Isatje doet de volgende race ook lekker mee. We zijn nu met z'n viertjes. Er moet nog één iemand kiezen. Ik mag niet deelnemen. Mag je niet deelnemen? Nee, ik ga via vrienden. Ah, oké. Okay. Oh, dan ben je net te laat omdat we de baan al hebben gekozen, ja. Het is Tope. Even kijken, ik zit erin, Annette zit erin, Maaike zit erin en Martine zit erin. Oeh, ik sta wel lekker vooraan nu. Nou, daar gaan we. Oké, goeie start. Echt start. Oeh. Oeh. Ik loop in het water. Oeps. Hop, hop, hop. Ja. Ik zit denk ik een blokje voor weg. Dicht op mijn scherm. Oké, okay, ik moet echt... Ik ga echt mezelf trainen om dit te kunnen doen. En dan ook de chat te kunnen lezen. Nee! Ik doe het je niet na, was ik in. Nou moet ik helemaal weer omheen. Oh,
Eromheen, er niet. Ah, kak. Ik zag het te laat. Ik had een groen schild. Ik zag het gewoon te laat. Nee! Stop, ik laat me aankomen. Right. Oh, stukje. That's right. Even kijken, Henk. Wat lief. Ik ga het zo vieren, maar ik rijd nu tegen een paal op. Ik kijk één keer naar mijn scherm, hè. Ik kijk één keer naar mijn scherm en ik sta gewoon echt tegen een paal. Henk denk, ik zal even afleiden. Oh. Ik zag gewoon eerst de jongens voor het eerst. Wat is dit nou? Nou, meiken in. Nee. Oh, die is niet van mij, gelukkig. Waarom pakt hij de boost niet? Wat irritant. Nee! Oh. Ik had een rood schild. Ik schiet mijn rode schild af. 2 seconden later komt er een rood schild op mij af. Dan denk ik, als ik hem even had bewaard. 2 seconden lang had bewaard. Oké. Okay. Echt. Is er trouwens al uitroepteken vlag in de chat? Kan iemand een motje of een subje uitroepteken vlag in de chat typen? Kan Henk een kleurtje kiezen? Oh. Gedaan. Dankjewel. Oh, je zit er nog niet bij natuurlijk. Nee. Kijk, dit is handig. Oh, ik ben zo dyslectisch als ik weet niet wat. Je hebt het verkeerd getypt. Je hebt het goed getypt. Nou, hij pakt elke keer mijn boost niet. Ik snap het niet. Oh, zo close achter je. Maar 2e geworden. Oké, okay, heeft Henk al een kleurtje gekozen? Henk wil blauw. Gaan we een blauw vlaggetje. Gefeliciteerd! Henk 38. Zo. En 6 maanden alweer. Een half jaar. Oeh. Ja, echt lang. Dan is hier jouw vlaggetje. Ja, Henk 38 met een 6. Dankjewel voor jouw subje. Die gaan we er meteen snel bij steken. Ik moet ook een baan kiezen. Ik vind die wel goed. Erbij gestoken. Lekker plekje vooraan. Kijk, voor Sharonnetje. Dat is handig. Die de vlagcommand heeft getypt. Oh, Isa, je had hem ook al getypt. Toppers. Ja, ik had dat je het getypt. Wel getypt, toch? Oh ja, ik zie het inderdaad. Valg, dan vlag en dan nog een keer vlag. Ja, ik zie het. Jee, oh kijk, we zijn al met een stukje meer. En Binky komt ook binnen. Hoi, hoi, gekke racer. En bedankt, hè. Als een bericht trouwens wordt verwijderd door een moderator, dan is het de bedoeling dat je het niet nog een keer typt, mensen. Even kijken, Isa en Sharon zijn erbij gekomen. Leuk. Ik hoop dat ik mijn positie kan vasthouden vandaag. Ja, dit is op zich wel een prima baan om te racen. Mm-hmm. Ja. Ik voel het wel fijn dat jij aan de kant werd geduwd. Dat jij aan de kant werd geduwd. Kom ik er langs. Nou ja, nou! Ik ben aan het vechten om het eerste plekje en ik ging er weer vandoor. Nou, ik heb eigenlijk een... boost weer een keer met springen. Zo. Ik zie Martine voor me. Nou, en Meike voor me. Nou, kom op. Oh, ik ben blij dat... Ik heb geoefend de laatste tijd. Ik heb geoefend. Oh, shoot. Ik zag het, wij vlogen die nog. Jij, die gooide jij, hè? Ja. Ja, fijn. Ja, die heb ik. Die heeft me niet geraakt. Nee, kak. De hele tijd ging zo'n groen schild vlak voor me langs, vlak achter me langs, vlak voor me langs en opeens bam. Ja. Oh, ik ben ook wel eens geraakt door mijn eigen schild, hoor. Die oh ja. Even... Vooral bij Baby Park. Dat je dan met je domme hoofd naar voren afschiet. En dan vervolgens bij de bocht er zelf tegen je bakkers krijgt. Ja, nee. Ik ben in de lucht door een schild geraakt. Oh. Sorry. Dat is irritant. Ja, ik was net gesprongen.
ze me nou even daarvoor al gezakt, dat ik het minder erg vond. Nu sta ik 7e. Niet als ze me niet hadden geraakt, nee, als ze me gewoon op een ander moment hadden geraakt. Ja, liever helemaal niet, maar dit is helemaal zo'n rot moment. Oh, ik had een gouden boost. Oh. Nee, die is niet van mij. Oh, ik rijd ernaast. Oh, je kan hier ook rijden, oké. Okay. Ik dacht dat ik van de baan viel, maar er was dus nog gewoon... Je kon daar op de grond ook rijden. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook zo vaak. Oh, ik moet niet van de baan vallen. Dat vind ik namelijk wel bijna. Elke keer die momenten dat ik even in de lucht vlieg, kan ik even snel de chat lezen. Of er iets gezegd is. Echt? Dat je het überhaupt durft, Kim. Nou ja, als ik in de lucht vlieg, hoef je niet zoveel te doen. Nee, maar ik ben altijd bang dat ik... Derde. Nee, ik had gewoon 5e of 6e kunnen zijn. Het scheelt dat er een aantal mensen niet meedoen, waardoor je eigenlijk wat makkelijker kan winnen. Ja, zoals een Sven. Ja, eigenlijk... Sven, blijf maar weg. Ik weet niet of je in de chat zit. Nee, geintje. Je mag gewoon wegblijven. We hebben eindelijk een keertje kans. Baby Park! Hij zit in chat, dat had ik gezien. Arme Sven. Dan moeten we oppassen, hè, want hij kan ook gewoon halverwege het toernooi erin komen en dan nog als eerste eindigen in de ranglijst. Absoluut. Ja. Sven is gewoon te goed in alles, zeg ik maar. Ja, zelfs als hij met zijn controller op zijn kop rijdt. Nou, Mike is heel constant. Ook... Net 8e, nu weer 8e. Volgens mij sta ik 2e op dit moment in de klas. Ik vind het zo irritant dat ze dat niet op volgorde van punten zetten. Dus dan moet je zelf gaan lopen zoeken en snel de andere scores lezen en rekenen. Mm-hmm. Oké, okay, Baby Park! Oh, dit vind ik zo irritant altijd. Ik... leden van de reden, ik score dat zo slecht dan. Oké. Okay. Nou. Ik weet niet of... Ik heb de eerste alweer ingehaald gewoon. Ik blijf ook wel heel steady 2e achter Sharon. Ik heb dit 1 keer met de computer geraced, Baby Park. En toen haalde ik op een gegeven moment iemand in voor een 2e ronde. Zeg maar, die reed zelfs zo'n ronde achter dat je die weer in. Ja, maar dat heb ik nu al, hè, met de computer. Ik ben net ingehaald door een bullet en zelfs nog sta ik 2e. Ik eerste. Ik haal weer iemand in. Oeh, ik bijna tegen mijn eigen. Ja, ik reed ook al bijna tegen mijn eigen braan. Annette, kom je halen. I'm coming for you. Laatste ronde. Nee! Ah! En een banaan, tuurlijk. Eerste, jee. Jij bent al gefinished, ik moet nog finishen. Ja. Weer 7e. Ik kan eindelijk een keertje winnen, jongens. Eindelijk. Nou, dat mag ook wel. Iedereen kan nu hier winnen. Omdat ik denk dat wij alle drie sowieso wel gewaagd aan elkaar zijn. Ja. Dat denk ik ook wel. En dit is gewoon echt zo'n chaosbaan. Het heeft heel erg te maken met hoeveel dingen rij je op. En hoeveel... Ja. Hoeveel mazzel heb je. En hoeveel dingen krijg je op. Ook hoe scherp je je bochten neemt. Ja. Dat scheelt ook heel veel. Ik stuur natuurlijk... hoe heet dat? Even kijken. Dat heet... Zo, ik ben al lekker eensgezind. Bewegingsbesturing. Zo stuur ik. Maar als ik hem soms net iets te recht of te schuin hou of zo, dan maakt hij de bochten niet altijd helemaal goed. Oh, ik vind dat zo irritant, hè? Oh nee, ik heb één keer met joystick gereden, omdat toen had ik niet door dat hij niet ingesteld stond voor bewegingsbesturing. Ik kan daar niet mee rijden. Ik heb echt respect voor jullie, dat jullie kunnen rijden met de joystick. Oh, maar ik moet niet finishen. Oh. Ja, eigenlijk is Baby Park ook echt de slechtste baan als je
als beginnende rijder hebt. Ook omdat je daar zoveel bochten hebt. Nou ja, en als je dan niet weet hoe je moet driften. Ja, dan is eigenlijk die arena makkelijker. Dat je recht bocht. Een soort van babypark, alleen dan uitgerekter. Ja. Oh, slechte start. Oh. Ja, maar die arena ben ik altijd slecht in. Oh, die vind ik zo leuk. Ik was daar een keer eerste geworden, terwijl daar echt van die hele goede spelers toen meededen. Dat ik echt, nee! Oh, wow. Verdorie, wat geraakt door een schild. Ja, yeah, had hij afgevuurd. Ik niet. Ik ook geloof niet. Nou! Nee. Oeh. Ik ben buiten. Ik ben eerste. Ik zit vlak achter je. Nou, Sharon is iedere keer eerste. Nou, oké, ik ben een paar keer eerste geweest. Jij bent twee keer eerste geweest, ik ben één keer eerste. Eén keer. Je hebt hier geen manier om naar achter te kijken, hè? Dat had je met de Wii wel, toch? Dat je op een knop kon drukken en dat je dan een soort van... Nou, je kan het wel naar achter kijken. Hm? Oh, Kim! Ik heb straks een beetje een blauw schild. Ik loop heel erg voor. Als je denkt, Annette, waarom ik vroeg om die achteruitkijkcamera, dat was omdat ik dat ding dus in mijn zak had. Ja, tuurlijk. En dan mij raken. Lekker ben jij. Dan sta ik zevende. Alles en iedereen raakt mij. Achtste. Ik kom je halen, Kim. Ja, jammer. Ik heb een sterretje nu. Daar komt al een blauw schil. Ja, ik zie je. Nee, ik word weer geraakt. Sorry. Ik probeer hem iedere keer te ontwijken. En niks anders verwacht dat er op een gegeven moment een blauw schild zou komen. Oh, Sven is Mario Kart op top 10. Oh jee. Oh nee, dat wordt het laatste eigenlijk. Ik kan mij op het laatst inhalen. Ik. Nee, ik niet. Ik wel. Wel, nee, nee, wat? Ja! Nee, tweede! Kim! Vier! En ik knal nog tegen de muur op ook! Ik knalde nog tegen de muur op ook. Ik ging te hard. Oh, heerlijk dit. Heerlijk. Je kan trouwens naar achter kijken met X. Oké, ga ik straks. Ja, ga er even helpen, Sven. Kriggels. Doe me toeteren. Eet smakelijk, Charlotte. Oh, dat... ik kreeg een blauw schild. Daarna kreeg ik een... een rood schild en toen weer een rood schild. En toen kwam Kim mij inhalen. En toen dacht ik, nee, nee, ik ben de hele tijd eerste. Maar ik heb een kroontje, dus dat vind ik wel leuk. Ja, je loopt nog 10 punten voor, man. Maar ik kom je halen. Oh jee, Kim staat gelijk. Wij staan gelijk nu. En Sven heeft de codecommand gebruikt, dus die komt er straks ook bij. Oh boy. Nou, ik heb altijd nog met de race minder gedaan. Oh. Ja, ja, oh nog. Ja, dus eigenlijk sta je voor, want als ik straks klaar ben, dan mag jij er nog één. Ja, dan mag ik er met Sven uit gaan zoeken. Oh, oh, ben aan. Nee, weg. Oh, Dori. Kom je halen, Kim? Nee. Ja, Dori, ik stond tweede. Hoe geraakt er een schild? Goed zo, even. Ik ben succesvol. Hoe kan ik X indrukken terwijl ik ook A... Oh, hier hebben we recht. Oh, ja. Alsjeblieft, Kim. Voor wie ik ook geraakt heb eigenlijk. Nou, mij niet. Nee, nee. Je hebt Kim niet geraakt, je hebt mij geraakt. Sorry, hij was voor Kim bedoeld. Nee, nee, ik word... Alsjeblieft. ...bokstop geraakt door schilden. Wil je er nog een? Wil je er nog een, Sharon? Alsjeblieft. Nee. Doe jij er een? Ah nee, net niet. Nog wel met een liefde voor elkaar. Ze zitten allemaal schilder naar elkaar. Oh, nou zie ik niks meer. Ik ook niet. Oh, daar ligt hem aan. Ja, uitkijken. Ik heb hem niet neergelegd. Oh, ik heb wel bijna niet. Oké, we blijven even. Wie is dat in het roze? Want dan blijf ik even achterrijden, zie je? Dat is. Piet is Annette. Oh, nee.
Oh. Daar ga ik in het water. Oh nee, toch niet. Hé, hey, wat is dat voor flauwekul? Ik deed mijn schild naar achter. Hoe doe je eigenlijk zo'n schild achter je laten doen? Want dat, daar ben ik nog niet achter. Dat lukt mij ook niet. Die knop. Je hebt zeg maar die knop links waarmee je hem afvuurt, maar die andere knop die links boven zit. Maar daar zit ik mee te treffen. Jij hebt een halve controle in je hand? Nee, een hele. Ik zit gewoon op mijn fiets met alles eraan. Je hebt zeg maar linksboven heb je die linksknop en die andere knop. En met die een van de twee vuur je hem af. En met de ander laat je hem achter je hangen. Ik weet niet hoe ze heten, zo lang speel ik toch geen Switch. Maar het zijn die twee knoppen linksboven. R hebben we en iets anders. Nou, R is rechts. Kijk, het is L en ZL. L en L nog wat. ZL. Nou, sta ik zesde. Omdat ik werd geraakt door een schild en toen ik in de lucht ging. Sven die geeft tips in de chat. Dus lees vooral heel rustig op je gemakje de chat. Ik? Ja. Nou, ik ben toch mijn vijfde. Sven? Hier rijden we recht, knalt alsnog tegen de zijkant op. Ja, spiegelbeeld rijden is moeilijk. Ik ben trouwens weer eerst. Ja, nu sta je voor. Ik ben zesde. En Annette, hoeveelste ben jij? Ik ben vijfde. Het is nog niet in oude wel. Komt in de buurt van Annette, denk ik. Ja, jij staat 3 punten achter mij. Dus ik moet nu beter gaan racen, anders gaat ze me dadelijk nog inhalen ook. Oh, gaat er allemaal wat communicatiefout. Oh. Maar Sven is erbij gekomen. Oh, Meike doet maar gewoon voor spek en bonen mee. Dit is de training, Meike. Er komen deze week nog 2 Mario Kart streams. Dan kan je nu trainen en dan kan je het dan van de week goed doen. Okay. Bedankt. Ja, niet bij mij, niet bij mij. Ik vind jou ook heel lief. Ik weet dat er eentje bij AceNet is. Dat klopt. Dus niet, hè? En die andere weet ik nog niet. Of is die bij Jill? Ja. Ah, kijk. Weet ik het toch wel. Oké, kijken of we voor Sven kunnen blijven. Dat is nu de uitdaging. Ja. Maar als hij continu 15 punten binnen gaat harken... Ja, dan heeft hij hem zo ingehaald. Daarom dat ik zeg dat de uitdaging is. Mag ik niet gewoon met deze Switch ondersteboven houden? Moet ik een kanaalbeloning instellen? Dat degene die de meeste punten heeft... Wat met de meeste punten? Dat die zijn Switch ondersteboven moet houden. Ja, wie raakte mij daar? Dat weet ik niet, ik kostte tegen zoveel dingen op. Ik haalde een gimmick en vervolgens werd ik gelijk in... Ben ik gelijk geraakt door een schild? Oh, Annette? Je hebt mazzel, ik sta achter je. Oh, nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Ja, dan krijg ik dadelijk al de schilden op mijn hoofd. Dan ben ik even schilder. Alsjeblieft, Sven. Ja, er komen nog genoeg blokjes aan, hè. Dus... Oh, ik heb hem door. Ik heb hem door, hoe ik hem erachter gooi. Ja? Ja, ik weet ook wel hoe het moet, maar alleen ik krijg het dus nooit voor elkaar. Je moet dat heel lang ingedrukt houden. Ja, dat vinden mijn vingers dus niet leuk. Oh, shit. Niet nu! Nee! Scheid inkt. Ik zie Sven niet eens meer, zo ver loopt hij nu voor. Nee! Hi, Kim. Oh. Bedankt voor diegene die de naam neerlegde. Ja, dat was ik. Regelrecht op mijn voeten. Nou! Deze vind ik zo irritant. That's right. Oh! That's right. Hey, Inkin Pilbo. Joyce! Dankjewel voor je subje, Joyce. We gaan het zo vieren. Ja. Uitroepteken vlag in de chat voor Joyce. Oh. Oh.
Nee, kak. Sven al over de finish? Nog niet. Oké, goeie idee. We wijten jongens, kom op. Ah nee, ik word echt gewoon... Net achter Sven. Oh, ik word... Wijten. Dory. Even kijken. Joyce, bedankt nog voor je subje. Je mag een kleurtje kiezen. Nu kan het. Nu kan ik schrijven. Groen. Joyce wil groen. Nog bovenaan. Ja, ik heb het gezien. Nee. Sharon heeft me ingehaald. Tuurlijk. 10 maanden, jeetje. Je zit in de dubbele cijfers. Sharon heeft me gewoon ingehaald. Het groene vlaggetje van Joyce. Met een 10. Dankjewel voor je subje. En het woord... Is dat die... Oh, Yoshi circuit. Nee. Oh, ik sta maar 1 puntje achter jou. Hier staat hij. Ja, maar ik heb nogal... Jouw vlaggetje, dankjewel. Ja, dat is wel waar. En Larsie0, Larsio8, dankjewel voor het volgen. Welkom. Daar gaan we weer. Dit is ook een rotbaan met al die bochten. Ja. Dat is nummer 1. Daar die gaat... Hier nou naartoe dat rode. Nee. Tuurlijk. Haha. Kijk, Annette, gewoon goed gaan, joh. Er zitten wel mensen op je hielen, dat je het weet. Ja, dat weet ik. Nee! Oh. Dat was niet. Ik deed een boost, waardoor de groene schild me juist kon pakken. Wegboost. Want ik meteen, nadat ik hem 2 seconden had ingedrukt, zeg maar. Oh, echt, ik ben nou. Nu sta ik de derde. Door dat stomme eend. Ik ben bij deze baan dat ik er altijd heel snel uit. Oh, ik ben bij deze baan al blij als ik niet constant bij elke bocht of over het gras rijd of in de vangrail beland. In het water. Dat vooral. Oh, die vind ik allemaal banden op de weg. Ja, dat is meisje, want ik reed de banden in. Wat is ook een dingetje is, omdat ik dus bewegingsbesturing gebruik, ik weet niet of dat ook voor jullie geldt, maar ik kan niet sturen als er een boost bezig is. Ja. Niet. Hebben jullie dat ook? Ja. Dat is lastig. Als een bullet, als je een bullet hebt, dan kan je inderdaad niet sturen. Nee, een boost. Heb je zo'n toad of zo'n gouden toad? Als ja, ik dat die... heb volgens mij nog wel. Als ik die gebruik, kan ik veel moeilijker bochten maken. Daar reageert hij veel moeilijker op. Ja, dat klopt. En dan is deze baan dus heel kut, omdat hier heel veel bocht in zit. Dus ik gebruik die boost altijd voor rechte stukken dan. Ja. Die zijn er niet heel veel. Sharon en ik zijn een beetje elkaar de baan aan het afduwen. Er komt een blauw schild aan, mensen. Nee! Oh, dan zijn jullie niet zo ver. Ik rijd gewoon keihard tegen een band aan. En ik zie niet dat ik tegen die band aan zat door die stomme spook. Sophie de 7 zegt, ga je ook harder? Ja, met een boost ga je harder. Maar het lastige aan deze baan is dat deze baan bestaat bijna alleen maar uit bochten. Dus als ik een boost gebruik bij een bocht, dan knal ik gewoon bam, recht op die bocht af. En dat schiet niet op. Yep. Maar ook maar 1 puntje, dus dat is altijd even spannend. Ja, als ik niet tegen die band aan was gereden, had ik 2e geworden, denk ik. Hoeveel is Sven dan nu geëindigd? Want hij zegt nu chat poepoe, dat ging slecht. Oh, tuurlijk. Hij is 1e. daarom heeft hij ook zo'n emote.
Kijk, er is iemand bijgekomen. Maar de helft van de tijd stond ik niet eerste. Oh, mijn is gekozen. Annette? Kijk, Lars is erbij gekomen, onze nieuwste volger. Annette, ik denk dat we zo lang moeten genieten van die kroontjes totdat Sven ons inhaalt. Hij heeft nu al 30 punten. Ja, precies. En we zijn nu op de helft, hè? Hij heeft nu al 30 punten en we zijn nu pas op de helft. Oh, ja, daarom ben ik ook een beetje bang voor. Ik dacht het al, een valse start. Man. Jeetje, die bananen. Wie? Echt? Ik ontwijk er... Nou, ik ontwijk er keurig twee en ik knal vervolgens tegen de derde aan. Ik heb er ook één neergelegd. Twee. En geen spijt van. Ik de derde. Is dat vijfde? Dat is slecht. Vierde. Ik zie je. Dan rijdt hij weer terug aan het eerste. Nee, niet meer. Ja. Ik ben mijn schild er kwijt. Oeh. Ja hoor, gods. Heb jij die afgevuurd, die bliksem? Weer één. Ja. Hallo, ik was net... Hoe ziet dat icoontje van die bliksem eruit? Ik heb die nog nooit mogen uitdelen. Zoals een bliksem eruit ziet eigenlijk. Oké. Okay. Ik heb die echt nog nooit gehad als ik een blokje pak. Ik sta 16. Het zou wel grappig zijn als ik, want ik rijd nu blokjes af als ik hem dan nu juist krijg. Hè? Dat zou ik wel heel leuk vinden. En het is... Nee, geen bliksem. Wel iets anders wat interessant is. Ik sta achter. Wat ben ik allemaal aan het doen, jongens? Ja, wat wil je allemaal doen? Ja, dat vraag ik mezelf ook al. Ik zie het uit. Ik sta tweede. Ik ben derde. Ja, oh, je bent al finished. Ik moet nog... Nee, ik had gewonnen zelf. Zesde. Zevende. Wat is dit voor een race? Jongens. Ah, oh, Isa heeft wel communicatiefout. Geworden. Hm? Volgens mij is Sven genees eerste geworden. Nee, Lars. Huh? Ja, de nieuwe... Oh, Lars, ben jij ook iemand die goed is? Lars is, ja. is net gaan volgen. Oh, Sven, zeggen we, yo, Lars is goed. Nou, we hebben twee mensen waar we bang voor moeten zijn. Oh, die zijn alle drie... Ik ben mijn kroontje kwijt. Ja, gemeen. Oh, Lars zegt in de chat, haha. Annette, we delen toch de kroon? Ja, dat is wel waar. Straks heb jij hem weer. En Sven deelt hem straks niet meer. Sven is niet zo aardig. Isatje kruipt weg voor Lars en Sven. Houd het mij niet. Ik weet even niet hoe die eruit ziet. Ja, dat is die rotbaan. Dat is die... die mijnbaan. Oh, nee. Oh, die? Ja. Nee, deze is wel leuk. Oh, dacht oh ook deze. Ja, oké. Okay. Ja, deze is wel te doen. Maar hier zijn ook plekken waar ik er vanaf kan flikkeren. Leg de start, Lars. Pas op, hè. Wel even wennen dat op mij staat het... Hier aan dat je van de baan had gevallen. Ja. Want in de meeste toernooitjes online gewoon staat hij niet aan. Dus dan kan ik gewoon helemaal tot het einde gaan. Zolang ik wil. En val ik er niet af. En nu gaat het wel gebeuren, denk ik. Ik wist niet dat de aan- en uit kon zetten, joh. Ja, dat is toch die stuurhulp? Ja. Ja, ik ben altijd gewend bij Jill dat hij uit wordt gezet, dus ik zet hem zelf ook uit. Ja, ik wil het wel zelf goed kunnen doen. Ik vind het wel fijn, want soms ga je te ver in het licht. Daar heb ik vaak langs van. Ja, ik weet niet of dat iets is wat ik kan.
Omdat ik natuurlijk handmatig stuur. Maar ja, ik vind dit gewoon een heel fijne manier van sturen. Mm-hmm. En er is wel eens gezegd, ik weet niet meer door wie, van dat ik op deze manier nooit zou kunnen winnen. Maar ik ben regelmatig eerste geweest in het toernooi. Dus ja, tegen mensen en niet tegen de computer. Ik denk dat het gewoon echt, wat je gewend bent. Ja. Ja, dat is het vooral. Want als ik dit constant op deze manier blijf doen, dan is dit ook de manier dat ik hier beter in word natuurlijk. Ja, precies. En als ik nou moet overstappen naar de Joy-Con, dan kan ik je vertellen dat de rest van het toernooi ik de race niet af mag maken. Nee. Nou. Ik heb één keer, volgens mij was dat toen ik met Im samen ging karten. Op de tweede controle dat hij toen uitstond of zo. Of, ik weet niet meer. Oh nee. Serieus. Niet eerlijk, ik ben onvrij. Nou. Ho. Dat was niet gepland. Ik botste tegen iemand, kreeg een boost en knalde zo tegen het hekje. Oh, ik kreeg echt in de lucht een... Dory. Straks zesde. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb mijn mond dus gewoon weer ingehaald. Ja, maar ik had een ster op het moment dat die ding werd afgevuurd. Nee! Ja, ik had zesde. Vijfde. Ik had op dat moment dus, hoe heet het? Die star. Dus ik werd niet uit de lucht gegooid. Ja, dat had ik dus ook. Binky zegt, ik vind het nog steeds fascinerend hoe jij racet. Ik bedoel het niet slecht, maar ik vind het gewoon leuk. Het is wel leuk om te zien, want je ziet mij echt zo zitten. Oh, mijn poppetje is wel blij. Ik kan pas zien hoe jij, als je dat zegt, dan kon ik pas later pas zien, want... De chat loopt natuurlijk, de stream loopt achter mij. Ja, bij mij ook. Ik ga voor willekeur. Ja, dat is ook zo. Mars zegt, veel kogels voor mij deze ronde, is dat jullie strategie? Wat gaat het worden? Veel kogels wil ik nou niet zeggen. Wario's mijn. Ja, dat is die mijn waarvan ik dacht dat het... Ja, maar deze vind ik wel leuk. Nee, ik vind deze nog erger. Dat heb ik liever die andere. Deze moet je leren, denk ik. Leren spelen. Dat je niet uit de bocht vliegt. Ja. Wat is dat plaatje achter je land? Dat betekent dat ik zo stuur en niet met de Joy-Con stuur. Oh, slechte start. Het is een stuurtje. Oh, ik zie al iemand ervan afgaan. Sven! Annette, je staat gewoon tweede, hè? Kim, die zag ik vlak voor me. Kim! Ja, opgeblazen hoor. Ja, van Sven. Nee. Ja, lach maar. Ja, lach maar, ja, zo aan. Kijk, Annette. Ze duwt me net zo van die baan af. Dus niet meer. Succes, Sven. Komt een mooi schild op jou, zag ik al. Ja. Ah! Nee. Ben ik ook nog eens een keer al die boeltjes kwijt? Ja. Ja, precies. Staan oh! Echt precies een bocht. Doe maar. Vleer maar eens geraakt. Het zit niet mee deze baan. Zag ik jou nou weer van de baan afgaan? Ja, ik ging eraf, want ik had die... inktvlek voor mijn neus. Oh. Dit is een bocht. Dat is serieus echt na op deze baan. Kom je halen, Kim? Niet te vaak. Nee. Elke keer als jij zegt kom je halen, dan druk ik net een boost in. Nee, ik viel letterlijk van de baan af. Ik ga deze game dus totaal niet winnen. Nou, ik ben op dit moment trots met mijn derde positie. We
lang ik dat vol blijf houden, dus ik nog een vraag. Ik sta 5. Kijk, dat bedoel ik. Nu, want ik... Nee, dit is zoveel zonde van mijn tijd. Ga rijden, ga rijden. Kwam dat door mij, Kim? Nee, ik knalde tegen een hekje aan, maar precies zeg maar schuin. Dat ik eerst gas moest loslaten, achteruit moest rijden, bochtje moest maken en dan kon ik weer rijden. Nu ben ik vierde. Ja, Sandy Bob was trouwens wel een voltreffer. Hij landde echt 2 meter voor me en ging meteen af. Nou, kijk, ik ben ik denk dat ik wel 5 keer van deze baan af ben gevallen. Ik heb nog nooit zoveel punten gehad in een Mario Kart toernooi. Ik ook niet. En... Ja, jawel, als er meer races zijn. Iem en Björn zijn ook gejoind. Als mensen nog willen meeracen, uitroepteken code in de chat. Oh nee, maar Björn is wel... Oh, mijn eeuwig 12e. Oh, dan maak ik als eerste ook altijd 12e. Oefening baardkunst. Gewoon heel veel rijden. Heel veel. En heel veel verschillende karts en banden uitproberen. Ja, dat ook. Wat voor jou het fijnste is. Ik heb ook een tijdje met een ander autootje gereden. Nu rijd ik met deze en het gaat al een stuk beter. Ja, ik heb dat ook. Steeds... Ik reed eerst altijd met een motor. Nu rijd ik met de wagentjes van Animal Crossing. Op een of andere manier gaat dat beter. Nee, ik vind de motor nog steeds het fijnst. Waar zijn Mario en Luigi? Geen idee. Ik race altijd met mijn eigen poppetje. Met mijn eigen Wii. En om verwarring te verzorgen voor de anderen tijdens de race, ben ik ook nog paars. Ja. Met mijn eigen poppetje. Voor gezucht achter. Volgens mij is het onder in slaap gevallen. Ja. Oh! En nieuwe volger! Oh jee, dat is niet een makkelijke naam om even snel te lezen. Xizial. Dankjewel voor het volgen. Ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken, maar dankjewel. Ja, ik stond tweede. Ik moest een schild ontwijken. Nou ja. Ach. Ik dacht dat Sven niet meedeed. Sven, Wat is hier niet eerste? Sven heeft zijn dag niet. Nee, denk het. Hey, scheidspook. Nou, dat heb ik niet. Ik wilde echt... Tony. Net op mijn boost drukken. Toen kwam het spook. Ben is aan zijn inhaalrace aan het. Ik zie Lars voor me rijden. Nee, echt. Hoe kan ik zo'n ding ontwijken dan? Het lijkt wel of dat hij me gewoon achtervolgt. Welk ding? Zo'n schild. Dan moet je een schild achter je hebben hangen. Sven is toch eerste geworden. Oh, ik zat zo dicht achter je, Annette. Ja, echt. Ik had echt zoiets van, ik wilde er eigenlijk aan de kant knallen, maar ik had niks. Ik zit nog steeds niet op de 100. Jullie zitten op de 100. Ja, Sharon zit echt ruim boven mij nu. Sven, haha. Sven heeft zijn dag niet als hij een paar rondjes niet eerst staat. Het is wel waar. Ja. Oh, kijk. Björn is erbij gekomen. Sven denkt gelijk. Even laten we even lastige baan erin gooien. Ja, echt hè. Sven zit ook al bijna op de 100 punten, zegt hij. Oh, als even kijken. Ja. Oh, dan haalt hij mij. Dan kan hij mij deze race misschien inhalen. Als het regenboogbaan gaat worden, hè? Oh, echt. Nou ja, deze is zo fijn. Met die dingen waar je tegenaan kan knallen. Even kijken. Nou, ik heb deze liever hoor. Ja, als ik het slecht doe, dan kan Sven me inhalen. Maar hij haalt nog niet de 100 punten. Doe je best, Sven.
Nou zeg. Van Annette. Slechte start. Ja, ik ook al. Nou, ik vind deze baan zo naar. Kim? Hé, ik heb niks. Ik heb ook niks. Bij mij pakte de voorganger het cadeautje en dat cadeautje verscheen pas weer toen ik er net 1 centimeter voorbij was. Oh, dat had ik dus trouwens ook. Weer? Dat was Sven. Oké, dit was... Dat was Sven die omver haalde. Ja, dat had ik. Dat had ik ook gezien, ja. Okay. Waarom krijg ik dat rode schild? Sorry. Oh, Iem startte ook Mario Kart op. Hoeveel races hebben wij? Zo! Gaat lekker, Kim. Ja, maar hij kwam uit het niets van de zijkant. Ik reed daar en toen werd er net een nieuwe gedropt. Ja, Dori is dat 7e. Wat is dat nou weer? Krijg ik weer. Oh. Ik sta vierde. Oh shit, ik je vast, joh. Ik jullie niet in die bonkers gespeeld zijn. Nou, hij ging net iets te ver naast me. Oh, nog één. Ja, die pakte me wel. Ik ram echt op mijn switch, merk ik. Oh shit, ik raak van de baan. Ja, dat moet je niet doen. Nee, maar ik. Nee, want nu staat 9e. Hé, ik had nog een schild. Wie is Rosalie? Weet dat is niet. Computer. Volgens mij wel. Oeh, weer oefening. Ja, is computer. Mensen, ik heb niet het idee dat iemand Rosalie weet. Nee, je poppetje Rosalie. Ja, dan is het Deze moet dus volgen. Oh, dit is niet mijn baan. Succes voor degene die in mijn bananen komt. Alsjeblieft. Haal ik je nog in? Nee, net niet. Waarom haal ik elke keer mensen net niet in? Zesde, haal vooruit. Ik kan het ook wel hebben. Vierde. Ga ik ooit nog een keer terug in die top 3 komen of hoe zit dat? Oh, die daar. Ik sta nog steeds voorop, Sven. Maar hij nog steeds. 99. Ja. In een De batterij van Lars' controle ging net leeg toen die eerste was. Dat is wel echt heel zuur. Oh, ik dacht dat we al bij de laatste race waren. Nee. Ik heb er 16. Hoeveel hebben we dan? 16. Oh. Hoeveel zitten we dan nu? Nou, dat gaan we zo zien. Volgens mij 9 of 10 of zo. En Evie Liz, dankjewel voor het volgen. Kijk, deze timing vind ik top. Imi zit er ook bij. Imi is er ook bij. Ja, ik had al vermoeden. Ik zag het spel opstarten. Ik zag codecommand in de chat. Oh, help. Die is nog te doen. Wel rotbochten, maar die is te doen. Ja. Ik ben 99, 126. Ik heb 116. Dus ik moet nu even. Race 13 al! Ik haal ik je weer in. Race 13 is dit al. Race 12 bij mij. Ja, bij jou 12 natuurlijk. Ja, jij kan sowieso nog door, want er zijn mensen bijgekomen. Haha, lekker voor je, Sven! Ik heb nog geen tapje, maar dankjewel voor degene. Oh, wat ben ik sadistisch ondertussen. Heerlijk, zo'n call. Ik vind dat... Ja, ik race altijd Mario Kart op stream met mensen in call, want het is gewoon... Ja, als ik de chat lees, dan bereik ik gewoon de ravijn in. Dan vinden de mensen in de chat natuurlijk wel heel leuk. En de andere mensen die meeracen zouden het ook heel leuk vinden. Maar ik wil ook een beetje hoog scoren. En ik vind het ook wel gezellig.
Want nou krijg ik dus niet alleen, zeg maar, kijk, wat ik race, dat zie ik natuurlijk voor mijn neus gebeuren. Maar met jullie opmerkingen hoor ik soms ook wat er op andere plekken op de banen gebeurt. Dat vind ik echt leuk. Nou, ik vind het niet altijd even leuk, moet ik zeggen, maar goed. Ach. Gaat die, Lars? Oh, of het niet. Oh! Hey. Nou, dan pakken we die boost. Dubbel cadeautje voor mij. Een dubbel cadeautje. Ik hou niet van cadeautjes van de denk ik. Als ik het zo hoor. Ik ook niet. Deze zijn van me. Nou, ik heb nu een boost. Dus daar heb je niet zoveel aan. Om anderen mee te sorren. Hey, ja, dubbel cadeautje als in twee op elkaar. Zeg maar dat je er twee tegelijk vangt. Oh, ik dacht er komt iets met een kanon of dat soort dingen aan. Oeh, ja, haal me maar in, haal me maar in. Nee! Scheidbliksem. Ik weet niet waar ik een grote rekel aan heb. Dat blauwe schild of die scheidbliksem? Op dit moment sta ik niet zo vaak eerst, dus ik denk de bliksem. Ik ben tweede geworden. Derde. Nou, ik word ingehaald door een kogel. Thanks, hè, in. Ik ben zesde. Oh, mooi. Oh, ik ga steeds een stukje lager op de ranglijst. Oh. Oké. Maar bedenk het zo, je staat nog boven iedereen die later gejoind is bijna. Ja. Dat zou wel heel erg triest zijn. Ja. Oh, en Im heeft nog een communicatiefout gehad ook. Dus zij heeft het niet eens zelf gedaan. Maar een stomme computer heeft mij ingehaald. Oh. Dit maakt ze niet beter op Im. Nou kan ik er niks kunnen zeggen, denk ik. Oké, weer uitgebreide keuze. Wat gaat het worden? Het strand. Meike wil heel graag Kaasland, zie ik. Sven gaat me echt straks nog... Oh, Sven heeft me ingehaald. Sven staat twee punten voor mij. Sven. Ja, hij... Sven gaat me straks ook nog in. Ja. Hij is pas bij race 8 erbij gekomen of zo. Wat is dit? Hoe triest ben ik al niet. Dit is niet goed voor je zelfvertrouwen, Sven. Nee, hij moet met zijn controles van ons de boven gaan wezen, denk ik. Ik denk niet dat hij echt wat uit gaat maken bij Sven. Nee. Misschien iets, een beetje iets dan iets. Annette, ik rij in je banaan. Ik dacht dat je voor mij reed. Dat mag je ook van je. Ja. Annette, ik dacht dat je voor mij reed. Annette kan echt een duivelslachje hebben met dit soort dingen. Nou. Nou, wou je zeggen dat het niet zo was? Nee. Hoe je zo heen. Soms begrijp ik mijn besturingssysteem dan niet, hè. Dan stuur ik de kant op waar ik naartoe moet en dan gaat hij totaal de andere kant op. Oh ja. Oh. Nee, ik heb niet geraakt. Weer dat spookje. Ben ik weer een ding kwijt. Oh, sorry. Ja. Ik zesde. Ik had Kim ingehaald, maar ja. Toen werd ik geraakt door... Een vuurbal. Aha. Ja, achtste. Bedoel ik heb je laten staan. Ik zit gewoon bij Sven in de buurt. Kim? Huh? Ga je Sven inhalen? Dat ga ik proberen. Nummer 10. In het geval van Sven kan je niet zeggen ja, dan kan je alleen maar zeggen dat ga ik proberen. Nee! Ik dacht, oh nee, ik zit vast. En dan ben ik 12e. Oh. Nou, dan gaat mijn punten totaal. Daar gaat Sven je inhaal, denk ik. Hij zit nog steeds. Nou, dat heeft hij al gedaan, denk ik. Ja, hij rijdt tweede, Bjorn rijdt eerste.
Nee, het gaat me niet lukken inhalen. Ah, nee. Ik kreeg een rood schild, maar ik vuurde hem af toen hij al over de finish was. Je bent derde, Kim. Ja. Ik ben vierde. Ik ben vierde. Welkom, Maxime. Ik ben elfde. Je hebt elfde. Ik denk dat Sven het zo meteen gaat inhalen. Ik had een marge nog van één race en ik moest echt steeds hoog komen. Leuk dat je er was, Jesse. Jij ook een fijne avond. Ik ga even dan doen. Nee! Drijf in, Sven. Ik heb nog die mooie troon en ik geniet er heel erg nog van. Ja, nou baal je zeker wel dat ik niet 12 races heb ingesteld, anders had je gewonnen. Ja, had maar 12 races gedaan. Had ik die mooie kroon nog op gehad. Eet smakelijk goud in jou. Oh, Iwe heeft wel 0 punten. Dus de communicatiefout had, heeft dus niet meegeteld. Maar ja, hij heeft wel voor mij meegeteld. Ze had me ingehaald. Heeft mij punten gekost. En ook echt vlak bij de finish. Oké, gaan we weer. Of course. Wacht, slechte start. Sorry, Im. Zeg ze sorry, Im. Ik vuurde even 3 groene schilden achter elkaar af. Im. Ja, eentje kwam op Imi terecht. En daar ging Sven met een groen schild. Door Annette, denk ik. Nee, ik had geen groen schild. Mensen, nee. Van een ander iemand. Ja, straks nog vierde. John heeft meegehaald. Wat is dit? Nou... Wat op met je frisbee. Of boemerang heet dat ding trouwens. Ja. Ik heb een hekel aan die boemerang, want ik doe kan er nooit iets mee. Nee, en ik werd er ook geraakt door Sven. Kijk uit, er liggen 3 bananen achter elkaar op de weg. Ja, ik zag het. Alleen daardoor ben ik dus helemaal van mijn baan afgelegd. Nee! Kim, wat jij hebt gegooid. Ik wist niet of er iemand achter me reed, maar ik denk als ik hem naar voren gooi, dan heb ik er zelfs last van. Ja. Zo, even bullet. Oh ja, doe maar weer zo. Ik heb een bullet. Oh, wie was dat? Ik wou net mijn booster gebruiken. Oké, laatste ronde. Daar komt weer die Rosalie. Die Rosalie van de computer. Oh, dat is Lars. Sorry, Sven. Nee. Rijk. Sorry, Sven. Oh, zeg je nou sorry, Sven? Ja, ik raakte hem met een schild. Zo sportief ben ik nog wel. Met dit soort banen is een groen schild... Daarvoor raakte ik met een groene schild. Met deze baan is een groen schild niet altijd handig, want op het moment dat je gaat vliegen, dan valt die schild gewoon van de baan. Derde, ik stond heel even eerste. Heel even. Ik had zo'n booster moeten doen. Hoi, had Kim er op het laatst in. Hoi Bianca is lief. Sven, wat een afgang. Voor wie? Oh, voor jou. Lars is eerste geworden. Ja. Björn zegt sorry, Sharon. Ja, iemand schoot een rood schild om. Ik stond zo net zo mooi eerste. Sven stond gewoon stil. Hij werd de hele tijd geraakt. Ik ben 7e geworden. Ik ga wel willekeurig. Ik vind het strand wel leuk, maar die hebben we net nog gedaan. 2 races terug. Hoeveelste race is dit voor jullie? 15? 15e? Ik moet voor Sven blijven rijden. Voor Sven gewoon. Of Sven gaat me net inhalen, of ik win het net. Ja, echt hè? Waarom zoveel mensen voor Rainbow Roads? Dat is niet oké, maar gelukkig is het geen Rainbow Road. 107 naar 5. 105.
Oh, laatste. Het is al de laatste. Oké. De ene laatste voor mij. Ja. Oh, Sven kan me niet meer inhalen. Ja, maar hij is later ingestapt, hè? Ja. Dus hij heeft meer races te goed dan jij. Ja, laten we het daar dan niet over hebben. Laat me nou even in mijn zorgen dat ik voor Sven heb gewonnen. Het is de eerste keer dat ik ze allebei op springdingetjes heb gedaan. Niet tegen het hek, niet tegen het hek. Go. Nou! Lag daar wat? Ik zag niks. Zijn jullie stil? Zitten jullie in een volle concentratie? Ja, ik ben in volle concentratie. Dan word ik zo constant geraakt. Deze baan. Oh, iemand heeft me weer ingehaald. Ja, ze had een ster. En Pieter, vindt hij. Komt hij met de kogel achter. Oh nee! Ik had zulke goede dingen. Ik had hem ook wel. Ik had Immy ingehaald. Had. Had Immy niet meer voor je? Ja, nu wel volgens mij. Nou! Kim! Okay, dit vind ik altijd het lastigste stukje van deze baan, het jungle gedeelte. Tweede, net voor het blauw schild. Nee, Kim inhouden misschien maar niet. Oh! Wie haalt mij net op het laatst nog in? Ik niet. Ik denk Kim. Nee, ik had jou al ingehaald, dus dit moet iemand anders zijn. Nee, maar er haalde nog iemand mij in. In. Het was ja. Imi. Im! Ben. Oké, ja. Oké. Nou. Ja, ik ga nog voor een race. Ja, ik ga wel alvast de ranglijst bekijken. Is goed, ik sta toch boven. Sharon staat eerste met 169 punten. Hey, goed gedaan. Sven tweede, Annette derde, ik vierde, Lars vijfde, wat ook knap is, want die is ook veel later ingestapt. Björn zesde, Isa zevende, Meike ook zevende, gedeelde zevende plek. En Martine negende en Imi tiende, maar die is echt op het laatst natuurlijk gejoind. Ja. Even kijken. En Meike zegt, wat de timing, het eten is net klaar. Eet smakelijk, Meike. Ik stel voor even een korte pauze te doen. En... Ja, ik ga er wel uit de kool, want dan ga ik nog even eten. Oké, en Sharon? Ja, ik denk dat ik ook zo moet gaan eten. Oké. Nou, dank jullie wel in ieder geval dat jullie mee wilden doen met de kool. Ja, de volgende keer, doei. Ik zie ondertussen in de chat dat degene van het hop-op-gasterop toernooi, die later zijn ingestapt, nog steeds aan het racen zijn. Maar ik ga een nieuw toernooi aanmaken, dus ik weet niet of mensen daar zin in hebben, want dan starten we lekker een nieuwe. Kunnen jullie wel van het begin bij zijn? Oké, wie zegt yes, start maar een nieuwe. Ik wil bij een nieuwe meedoen. Oh, Lars was eerste, die haalde de 12e in. Hoi Mipukkie, met mij is het prima. Hoe is het met jou? En Iem zegt, ik doe wel met een nieuwe mee, kan deze toch niet afmaken. Hoeveel punten had Sharon uiteindelijk? Zal ik even kijken. Oh, heb je erin gehaald? 178. Oh, Sven zit op 174. En Sven race door totdat hij er heeft ingehaald. Oké. Een nieuwe baan. Bliksemhaat. Eet smakelijk, Sharon. Leuk dat je net in call meedeed. Hoppatee. Stel de regels in. 150 cc, ieder voor zich, normaal.
met een normale CPU. Alle voertuigen stuur hulp uit. Laten we 12 races doen. En alleen met code. De code komt in beeld. Dat is de nieuwe code voor het Bliksem AH toernooi. Dus als er uitroepteken code in de chat wordt gedaan, komt die in de chat. En dan kunnen mensen die ook later nog joinen meedoen. En in, check even Discord. Annette zegt, hopelijk gaat dit toernooi net zo goed. Larsje zegt, sweet. En heb je er al ingehaald, Sven? Je bent zeker nog aan het racen nu. Annette zegt, prachtige toernooinaam. Vind ik dus ook. Ik ben zo vaak gepakt, net door de bliksem in dat vorige toernooi. Helemaal klaar met die scheidbliksem. Sven stond op de finish. Ik kreeg toen communicatiefout. En Björn die komt eraan. Ik heb een grotere haat. Naar die bliksem dan naar die schilden. Ja, ik heb op dit moment ook een grotere haat naar die bliksem dan naar dat blauwe schild. Maar dat blauwe schild krijg ik ook bijna niet. Ik sta niet heel vaak eerste. En die bliksem, die heb ik zo'n beetje elk toernooi wel gehad. Dus het is niet zo leuk. We gaan zometeen het Bliksem AH toernooi doen. En ik heb weer iemand in call. En dit keer is het Imi. Hallo Imi. Hallo. Hallo. Zo. Zo. Ik heb alleen de stream nu niet meer openstaan. Want ik doe op mijn telefoon. Dus zijn we nu bezig? Gaan we nu? Ik zeg hardop, want ik tel af. Zodat de mensen op stream ook weten op welk moment ze moeten. Oké, top. Mensen houden rekening mee, er is een streamvertraging. Dus je moet al klikken voordat ik zeg deelnemen. Als ik begin met aftellen ongeveer, moet je gaan klikken. Ja, 3 tot 5 seconden ongeveer. Ik klik op deelnemen in 3, 2, 1. Deelnemen. Kijk, ja, ik zie 2 mensen erbij komen. Ik zie Björn erbij komen. Ik zie jou nog niet, Im. Nee, klopt. Ik zat net met andere mensen, maar niet in de goede, denk ik. Oh. Ik ga het nog een keer proberen. Misschien waren al de mensen te vroeg geklikt. Ja. Daar zat ik dus bij. Ik klikte dus ook eerder. Omdat ik dacht, streamvertraging. Maar... Ja, daar komt Annette. Oh, hij gaat aftellen. Hij is aan het zoeken. Oké, ik doe de volgende mee. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik je aanmoedigen. Dan ben ik weer te laat. Dat is ongelooflijk. En dan tel ik nog af. Dat je op het goede moment kan klikken. Ja. Ja. Ja, maar ik nam de vertraging van de stream mee in mijn klikken. Maar ik hoor jou natuurlijk live. Ja. Dus dat is niet zo handig. Maar ik heb mijn stream uitstaan. Want ja, op mijn telefoon komt niet en in call en in stream. Dat werkt niet. Annette zegt, Im is noob. Als er iets in de chat is, dan lees ik het wel voor. Doe ik sowieso, maar... Dat is goed. Kijk, Phoebe heeft de druk van de eer van de Belgen hoog te houden als enige. Gaan we. Weer deze baan met al die kutbochten. Nou zeg. Nou vind jij van niet netjes hè? We houden het netjes hè? Het is wel een vervelende baan. Ja. Nee, ik vind deze baan... Ja, het ligt een beetje aan. Soms heb ik een goede vibe en dan vind ik deze baan wel chill. Maar ik heb ook heel vaak bij deze baan dat tegen elke muur en elke deel van die brug en zo allemaal aanrijd. En dan, ja, ik heb de vangrail, zo, ik kon niet even hier op woord komen. Al één keer aangeraakt. Oh, nou, lekker bezig. Ja. En ik ben nog niet eens bij de finish. Ja, ik ben aan het toekijken. Ik zie inderdaad nu Bjorn inhalen. Oh, net niet, net wel. Ah! Oké. Okay. Een live commentator. Ja, sportcommentator. Oh, dat was niet leuk. Zo. Ja, dan moet ik weer gaan klaarzitten. Oeh, dat bedoel ik. Precies voor de bocht. Oh. Ah, het is een nek aan nek race met Bjorn volgens mij de hele tijd. Ja, ik volg Bjorn volgens mij, maar ik kan niet jou volgen. Ik denk het niet voor elkaar, maar ik ga niet overal klikken, want dan ben ik straks weer uit. Ja, dat zou wat zijn. Dat je met iemand in call Mario Kart gaat doen en diegene kan niet meedoen met Mario Kart. Nee, ja, dat is inderdaad ook zo wat. Dus ik klik maar nergens op.
Of dan wel. Ja. Maar goed, ik haal je zelfs in zonder dat ik zelf meedoe, zie je wel. Dus, Oh, yes, nee. Toch nog iemand ingehaald. Oh, Annette zegt, je moet op A klikken, dan switch je per autootje. Lars ja, is maar eerste. Nu is de race voorbij. Maar dankjewel, Annette. Oh, Annette heeft communicatiefout. Oh. Ik denk dat het nu niet meer alleen gaat om Sven eerste, maar nu is of Sven of Lars eerste. We hebben nu twee mensen ja, waar we op moeten letten. Ja, heel goed. Zo. Ik ga maar gewoon voor de derde plek, want de eerste en de tweede plek, ja, vijfde is niet het nieuwe eerste, derde is het nieuwe eerste. Ja, precies dat. We gaan gewoon voor de derde plek. Leon, maar Sven heeft ook de gouden Mario of zo. Ga je dan ook sneller? Dat zou Sven moeten zeggen. Want Sven die kwam net langs mij als een soort van Max Verstappen. het vorige toernooi. Ik dacht echt van hoe kom je hier aan? Ook gewoon zonder turbo vliegt hij er langs. Oké, wat hoort het? Ik hoop eigenlijk op jou. Ik had eigenlijk ook willekeurig moeten klikken. Ja, had ik al gedaan. Oh. Het is toch degene waar ik voor gekozen heb, dus dat scheelt. Maar ja. Die piranha vind ik niks. Nee, dat wilde ik dus net zeggen. Dus ik ben blij dat het deze is. Het is in ieder geval beter. Nou, wat gaan we dan? Oh, Sven weet het zelf eigenlijk ook niet. Oh. Ik ben benieuwd. Oh, en Björn is ook goed, zegt hij. Dus we moeten eigenlijk gewoon voor de vierde plek gaan. Oh, nou ja, dan gaan we gewoon voor de vierde of die vijfde. We worden steeds verder naar beneden gedegradeerd zo. Ja. Zullen we gewoon allemaal voor de 12 moeten? Dat kan ook. Ja, Sven en Lars en Björn. Ga eens voor de 12e plek. Oh, deze. Die vond ik ook niet zo leuk. Nou, het is toch niet mijne die gekozen is. Jawel. Nou ja, ik had wel voor deze baan gekozen, maar het was niet mijn kaartje die won, zeg maar. Maar ja. Wel kansen, qua kansen. Oh, nee, dat komt van mij. Ja, hallo. Pff, waarom vliegt het blauwe schild niet door de lucht? Waarom moet het weer over de weg? Nee, ik mag niet zoveel zeggen met de verkeerde baan kiezen, want ik... Oh nee, mijn oortje valt uit. Oké, het gaat ook minder goed. Ik heb draadloze oortjes in en er viel er eentje uit. Buizen. Daar moet opletten. Kun je die afflikken? Ik heb niet zoveel geluk. Net valt mijn oortje uit en nou is mijn dat switch leeg. Oh, maar nee! Blijf maar gewoon op A drukken. Ja, ik had de opnader al gepakt, maar die moest ik een stopcontact doen. Dus ik blijf maar gewoon op A drukken, anders heb ik communicatie. Ik ben nu wel 12. Dus ik haal jou straks ergens in, omdat je ergens tegen een muur aan rijdt of zo. Ja. Nee. Ja, nu is hij erin. Maar ik kan... Ik kon het echt niet goed met één hand, maar... Ja. Ik word ook wel eens 12 zonder dat dit gebeurt, dus het is niet zo ramp. Oké, ik heb nu wel een raket. Oh ja, doe maar zo. Ha! Geen bliksemhaal voor mij, want ik had de ster. Je had misschien het. Nee, ja. Nee, ik had hem zeg maar al ingedrukt. Oh, dat toch wel. Ja. Sven valt in het water. Dit is nou niet echt mijn favoriete baan, moet ik zeggen. Mensen vinden het soms leuk als een baan veel variatie heeft, maar dit is gewoon het Mario-circuit of een babypark. Nee, dit is ook niet mijn favoriete baan. Ik knal echt net op het laatste stuk. Rechts tegen steen, links tegen steen, rechts tegen steen, links tegen steen. Ja, je bent in ieder geval nog zesde. Ik ben nog tiende geworden, ondanks mijn twee minuten. Ondanks mijn twee seconden niks. Babypark. Oh ja, babypark. Babypark. Okay, nou wel echt goed. Sven, wat doe je nou? Sven heeft voor Rainbow Road gekozen. En Sven is niet de enige die voor Rainbow Road heeft gekozen. Phoebe ook. Ja.
Waarom? Waarom? Ja, oh. Nieuw Rainbow Road wordt dan. Nee! Nee, Vivek, waarom? Ik had zoveel zin in deze park. Het is wel iets met heel veel rondjes, maar niet... Ja. En zie de lach in chat, hè. Ha, ha, ha. En, ja, en Sven het... ook. Deze is ook heel leuk. Nee. Oh, Lars en Baby is... Park Hell. Ja, maar het is ook de moeilijke Rainbow Road. Het is de makkelijke Rainbow Road. Die één rechte weg gaat. Ja. Je hebt twee, hè. En ja, ik weet het. Rechte weg. En die is veel chiller. Maar ik sta wel derde. Maar nu ben ik... Oh, nee, laat maar grapje klikken. Ik wilde zeggen, nu wil ik Phoebe ook inhalen, nu zij deze baan heeft gekozen. Phoebe en Sven, die ga ik inhalen nu. Maar toen ging ik, ja, toen kan ik niet. Dit is ook de Rainbow Road waarbij eigenlijk niet de bedoeling is om eerste te worden, maar gewoon de bedoeling is om niet eraf te vallen. Ja, dat is bij deze echt het geval. Hoi Jill, welkom! Hallo Jill. Oh. Ik heb precies het goede moment binnen. Zo, daar ging een bom af. Ik ben vooral niet aan het focussen op wat er omheen gebeurt. Vooral het erin vallen. Oeh, nieuwe koffer. Ik durf alleen niet te kijken, want dan val ik eraf. Oh nee! Oh, het gaat nog net goed. Oké, okay, hier kan ik vliegen. En ja, Rosalietje, dank je. Oeh, hey, ik moet ook opletten met vliegen. Ik viel er alsnog af. Maar Rosalietje, dank je wel voor het volgen. Welkom. Oh, ik zit echt vlak achter je, Kim. Ik dacht, dat is zo'n vliegding dat je even niet hoeft op te letten, maar ik zakte mijn controle naar beneden, waardoor ik Oh, dat is twee. Waardoor ik dus naar beneden dook. Oh ja. En dat is drie. Heel even. Oh. Nou, ik vond de eerste ronde een stuk leuker. Ja. Deze tweede ronde ben ik er al drie keer afgeknikkerd, achter elkaar. Kijk, kogel, dankjewel. Mijn oortjes moeten even in mijn oren blijven zitten, want deze baan kan ik er helemaal niet voorloven dat er één uitvalt. Ik denk dat het komt omdat ik allemaal natuurlijk heel erg samen trek met mijn gezicht zo even gefocust. Vier. Okay. Als mensen trouwens mee willen doen, dit is pas de tweede race van 12. Dus uitgeteken code in Ja, ik heb Annette ingehaald. In de chat. Sorry Annette. Zo ik zag Jill iets zeggen, maar ik durf nu niet meer te kijken om het goed te lezen. Waarom val ik de hele tijd in die dingen? Ah, weer zo'n mazzel. Ik heb weer de ster wanneer iemand een bliksemschicht doet. Ja, ik had ook de ster, maar ik viel gewoon in de dingen. Of in, ja, hoe noem je dat? Dat is fijn, ja. Even kijken, Jill zegt, kan jij niet driften? Ik weet niet hoe dat moet, omdat ik handbesturing heb. Ik weet überhaupt ook, ik weet helemaal niet hoe je met joystick moet rijden. Dus laat staan dat ik weet hoe je met joystick moet driften. Maar ik doe handbewegingsbesturing, dus ik weet niet of ik überhaupt kan driften en hoe. Ja. En Sven, net voor de finish een blauw schild. Nog net eerste. Wat een mazzel. Wat een mazzel. Lars kreeg vijf kogels op zijn bakkes. Fiep zegt de finish was spannend. Sven is drie keer van de baan gevallen. En zelf dan nog eerste worden. Nou, hoe je dat voor elkaar krijgt. Misschien omdat de rest weer van de baan is gevallen. Maar ZR is toch om je dingetje achter je te hangen. Kan je daar ook mee driften? Dat is toch ZL? Oh ja, ZR. En dan moet je dat bij een bocht doen, zetten. Oh, dat ga ik proberen. Ja, maar ik weet niet of dat met bewegingsbesturing hetzelfde is, maar ik denk het wel in principe. Want, ja, ik weet het niet. Nou, ik ga proberen. Oh, kijk, een vliegveld, daar zitten bochten in. Ingedrukt houden, voordat je de bocht in gaat of op. Niet weer deze baan. Kijk, Sharon is erbij gekomen. Net voor je de bocht in gaat. Ja. Oké. Ik vind deze baan eigenlijk niet zo leuk. Oh. Weet je zeker dat je me wil helpen, Jill? Straks haal ik je vrijdag nog in, hè? Oeh! Ik kan driften! Ik dacht, waarom rij ik nou niet? Maar ik dacht, de benen in plaats van A. Ik weet niet of ik nu naar mijn hand is gemaakt, maar...
Oh, dit gaat. Nou ga ik hopelijk. Ik moet het wel nog onder de knie krijgen. Oeh. Nou, krijg jij het maar even niet onder de knie, want je bent al veel te goed voor hoe lang je speelt. Zoals toen je nog geen Switch had, haalde je hem al in. Ja, maar het scheelt dat dit precies hetzelfde werkt als toen op de Wii. Ik moest alleen weten welk knopje wat deed. Ja. Maar het bewegen, dat ken ik natuurlijk al van de Wii. Ja, ik kon het niet op de Wii, want ik had het zelf niet. Dus als ik het dan bij anderen deed, ging het echt helemaal fout. Ik vind het op de Wii wel veel moeilijker dan op de... Ja, jij waarschijnlijk niet, omdat je het zo vaak hebt gedaan. En ik heb ook afgelopen zomervakantie, toen stond ik bij de oudste groep met een buitenschoolse opvang. En dan mocht altijd na de lunch, mocht de Wii een half uurtje aan en dan ging ze karten en dan ging ik meedoen. Oh, hebben jullie een Wii daar? Dat is echt ja. Wel een hele oude die al een paar keer op de grond is gevallen, want na anderhalf toernooi valt hij uit omdat hij oververhit is. Oh jee. Maar ja, die is sowieso best wel oud natuurlijk. ZR kan ik ook gebruiken om te springen? Ja, ik doe natuurlijk gewoon zo dan. Met dit. Ik krijg een bom. Oh. Oké, nou moet ik wel even onthouden. Welke knop waarvoor staat. Ik weet niet hoe het komt, maar Annette, jij bent ook in één keer super snel. Annette was net een paar keer eerste geworden. Zelfs. Ja, maar Annette, ik weet niet wat. Maar hoe... We hebben allebei een motor, maar het liefst mij gewoon elke keer voorbij. Ik sta wel vierde, maar dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want dan gaat het toch fout. Oh, die knop, ik zit nu de hele tijd op ZR te drukken, ook als ik een beloning wil gebruiken. Op Baby Park is het beste om het drift te oefenen. Ja, dat is wel. Maar ook het moeilijkst. Nee! Daar zit je, Kim. Ja! Ja, en heb ik je één. En nou hebben drie mensen meegehaald door jou. God kanonnen. Yes, ik ben vijf. Sorry, jongen. Net op tijd, die joke, hè? Dat was toch net op tijd? Oké. Okay. Zo. Even kijken. En bedankt. Graag gedaan. Met alle liefde gedaan. Annette zegt, ik was in call toch beter met racen. Nu eindig ik steeds zo lach. Ja, Annette, jij ging uit call. Ja, maar dat is wel zo. Ik was natuurlijk niet in call. Dat was ik wel slechter dan dat ik nu ben. Dus ik weet niet, misschien dat er een soort spirit in zit. Nou wil straks iedereen elke keer in call. Wanneer ga je Mario Kart doen? Mag ik in call? Mag ik in call? Wachtrij. Call wachtrij. Ja. Annette, ik moest eten. Dat wil niemand horen. Lekker smak, smak. Nee, dat is niet fijn. Sven zegt, oh, dus als ik in call kom, word ik nog beter. Oké, volgende keer dat ik Mario Kart ga doen, Sven, nodig ik jou als eerste uit. Dat wil ik zien. Oh jee. Nou, dan doe ik niet mee hoor, denk ik. Dan worden we helemaal geen eerste meer. Nou ja, dus... Het is gewoon... Ik wil gewoon echt wat beter worden in Mario Kart. Dus ik kan ook een kistje misschien verstaan. Ja. Ja, ik voel me wel extra trots als ik hoger dan Sven eindig op de ranglijst. En hetzelfde moeten we nu ook voelen bij Lars. Want die doet precies. Het ook heel goed. Ja, die kan ook heel goed lezen. Ja. Oh, ik heb een spook met die bom bij. Oh, nee! Lars, jongen, echt! Je moet echt mijn geluid zachter gaan zetten, want elke keer hoor ik jou hoor keihard schrikken. Sorry. Het geluid heeft. Ja, hij gooide een bom. Oh. Hey, ik ging heel soepeltjes de bocht om. Met je driftskill. Nee, toen nog niet. Oh. Op zich, ja, ik ben nu weer aan het oefenen. Ik vergeet het af en toe. Want dan krijg je ook een boost mee, toch? Als je goed drift. Ja, dan wel. Als je het goed doet, dan wel. Maar ik vergeet het ook nog best wel vaak, hoor. Ja, ik ben natuurlijk gewend dat ik dit niet kon, dus dat ik ook niet wist hoe.
Ja, nee, precies. Ik was heel erg gefocust, dat zeg je nou niet, maar ik was heel gefocust om een schild af te schieten. Sorry, Lianne. Zo. Oh, nou ja, zo pak ik. Daar is Imi. Oh, ik zie iets. Alsjeblieft, mensen. Ik heb hem eindelijk een keer. Wat heb je? Ik heb de bliksem eindelijk een keer kunnen weggeven. Ja, nou had ik net van die snelheidsding. Oh, ik vind dit echt te leuk. Was. Want, ik ga even terugpakken. Als je hem nog inhaalt. Ik weet niet waar je rijdt, maar ergens achter me. Doei. Jongen, jongen. Oh nee! Oh nee! We gingen tegelijk! Nee. Maar wie was er eerst? We reden echt naast elkaar. Yes! God, nee, jij hebt gewoon iedere week op hem. Wie er niet naar voren staan. Als je hard hebt, dat is niet eerlijk. En dat was puur omdat ik nog tegen een hekje aanreed. Net voordat ik een raket met mijn raket langsje reed. Wil iemand dit clippen, anders doe ik het zelf al na de stream. Maar dit was echt, ik heb dit nog nooit meegemaakt dat ik echt met iemand tegelijk de finish overging. Dit was echt een close call. Ja. En vorige keer had jij mij te pakken, hè, met de moderate stream. Dus... ja, toen schreeuwden we ook iets harder. maar goed. En Annette zegt, ik raakte Kim volgens mij nog met de boemerang zou ik eens kunnen. Ik zag op het einde van alles voorbij vliegen. Ja, ik ook. Dat was een drukte van je wilste daar. Die finishlijn. Oh. Ik moet wel even iets meer puntjes gaan halen. Want ik oh, dat is niet die baan, hè? Ja. Is dat die ik ijsbaan? Ik vind hem leuk. Ja. Nou, dit is die skibaan. Ja, die. Beetje, ja, nee. Ik vind hem wel leuk. Ja, alleen dat stukje met die bomen is even opletten. Met maar... die bomen en met ja, je hebt gewoon slalommen en zo. Ik hou van de simpele banen. Waar ik zo min mogelijk in een ravijn kan vallen. Oh ja, daar ligt het al. Ook echt, daar lig ik al om. Ja. Okay, laat ik dat maar niet doen. Ik ga even over die dingen heen rijden die snelheid zijn doen. Komt niet helemaal lekker uit mijn woorden, maar... Hè? Laat ik wel een beetje opletten, terwijl ik aan het rijden ben. Ja. Ik wou mij niet omver rijden, dus ja. Net op het moment dat ik je ook inhaalde, kreeg jij die stem. Oh! Van wie was die? Nee, niet van mij, maar... Oh, ik heb wel een hele handige beloning nu. Ik hoef de bomen niet te doen. Ah ja, een deel van de bomen. Waarschijnlijk gaat hij... Ja, daar sta ik al tegen die bomen aan. Maar dan denk je ook, hè, na dat eerste stuk bomen... Ah, het is voorbij. En dan volgens je nog weer bomen. Niet echt slalom. Nee! Het heet bliksemhaat hier, mensen. Ja. Precies een goede naam voor het. Die laatste heb ik niet, dat is jammer. Waarom rij jij voor mij? Oh, Annette ga ik ook niet meer kunnen inhalen, zie ik al. Nee. Zesde, nou, hè? Tiende, waarom? Het ging zo goed. Ja. En dan oh. De laatste van alle mensen die meespelen. Ja. Annette zegt negende kutbaan. Hey, ik ben net de laatste. Net zoals die ene keer die ik ooit... maak.
ik was één keer heel blij dat ik derde was. We deden er blijkbaar met drie mee. Ja, dat was ook niet zoiets. Ja. Yes, je bent derde van de drie. Oh. Ja, nu maakt het niet zoveel uit. Ik vind die banen allebei leuk. Die Toots bij vind ik ook wel leuk. Ja, die vind ik echt leuk, Toots. Ja, het is ook nog mijn kaartje. Die is blij. Zo. Want we hebben 12, toch? Ja. Ja. Dan zijn we nu op de helft. Ja. In ieder geval na deze. Nu al weet ik dat ik bepaalde mensen gewoon niet meer ga kunnen inhalen. Ja. Maar dan wist ik eigenlijk al van tevoren al wel over. Ja, eigenlijk vanaf het begin al. Ja. Op het moment dat je ziet dat bepaalde mensen meedoen, dan denk je, ja, goud wordt dat vandaag niet. Goed. Zilver is ook wel haalbaar, maar brons. Als en Lars en Sven meedoen, dan mag je hopen dat je nog een kansje maakt op brons. Ja, precies. Oh, er is nog iemand met een leuk Animal Crossing pakje. Nee! Oh, wacht, ik heb weer het spookje terwijl die bom. Kak! Ik had beter gewoon voor de bom kunnen gaan dan voor de muur. En ik schrok ervan, dus ik reed daar dan meteen tegen de muur aan. Nou ja, ik probeerde dus die bom uit te wijken en toen stond ik dus even stil bij de muur. Nee. En dat duurde te lang, ik had net zo goed gewoon die bom kunnen pakken. Ja. Maar wie doet dat nou? Is niet zo aardig. Wat? Mij is een Bjorn. Niet heel lief. Met van het vuur. Natuurlijk. Ik weet niet wie het was, maar ik zag iemand alle muntjes achter de tram pakken. En dan volgens tegen de tram aanknallen en de muntjes weer kwijt zijn. Ik was het niet, maar het klinkt wel als mij. Oh nee, kak. Oh. Oh, deze baan gaat echt niet lekker. Ik wilde een boost gebruiken bij het gras, maar ik ging iets te veel naar rechts, waardoor ik zeg maar de stenen rand meepakte en dus afkaatste naar de kade. Tot zover afsnijden. Jij pakt ook altijd die bovenste baan. Ja. Ik heb die nog nooit gepakt eigenlijk. Altijd, ik zie het je nu één keer doen, maar... Ja, ik probeer hem altijd te pakken. Ja. Ik schud zo hard met die switch dat ik bijna dacht dat ik jou te koud doe. Kun je nou niet die steen pakken? Ja. Mensen ingehaald. Nee, Bjorn, ik kan je echt inhalen. Nee. Oh, net niet. Joshi zit er ook net nog niet. Tussen. Oh, echt? Ja, Joshi en Bjorn finishen tegelijkertijd. Volgens mij. Hé, hey, godverkeer, net voor de finish. Bjorn gaat even een inhaalslag doen. Metro! Oh, nee. Kijk, go Annette. Goed zo. De kans dat mijn kaartje nu getrokken wordt is heel klein, aangezien Toots Beo van mij was. Dus het wordt nu waarschijnlijk een kaartje van iemand anders. Is dat, denk je dat dat zo is? Ja. Volgens mij heb ik nog nooit meegemaakt dat twee keer achter elkaar mijn kaartje gepakt werd. Ik weet niet of dat... Maar het ligt een beetje aan met hoeveel je bent, denk ik. Als je met z'n tweeën bent, is de kans wel groter natuurlijk. Ja. We zijn nu met 8. Ja. Dan nou, Sharon denkt dat ze jou al voorbij is qua punten. Mij? Ja. Oh, vast. Geloof ik hem meteen. Samen vast straks. Vind dat leuk dat driften. Oh, dat komt bij deze baan ook goed van pas, want er is zo'n stuk waar ik altijd moeite mee heb vanwege die bochten.
Ja, bij deze baan is het wel chill, maar ik ga niet hier voelen, ik waar zeggen. We nu zijn. Dan had ik trouwens geen boost, dus ik had gewoon wat mijn oude vertrouwen meer moeten doen. Uiteraard ging het niet goed. Ik rij ook gewoon overal tegenaan altijd. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar... Ik ben blij dat ik mijn rijbewijs nog niet heb. Daar word ik echt niet gelukkig van. Weet. Ik vind het wel een gek idee dat je bij deze Mario Kart tegen dingen aan moet rijden voor een boost. In het begin ontweek ik altijd alles, totdat ik erachter kwam dat je de juist moet pakken. Ik dus ook. Alleen wat ik dus niet snap, je hebt soms ook pionnetjes, maar die doen volgens mij niet zoveel. Ik had heel veel en opeens weer nog maar twee. Ja, dat weet ik, want ik reed tegen jou aan. Toen had ik precies dat rode schild gepakt. Ik ben er niet zo. Ja, ik had hem net opengezet en ik werd gepakt door iets en toen had ik nog maar twee dingetjes. Gelukkig wel twee leuke dingetjes. Ja, ik snap dat heel veel mensen hem leuk vinden, maar ik vind hem heel irritant. Omdat hij draait rond en op het moment dat je drukt, degene die dan vooraan staat, pakt hij. Maar soms wil je bijvoorbeeld een boost op een bepaald moment hebben, maar dan staat hij op dat moment niet vooraan. Ja. Oké, nou wordt het spannend met zoveel mensen dicht op elkaar. Ja. Oh! Ik kreeg een rood schild, maar precies op de finish. Dus ik rolde zeg maar zo de finish over. Je bent vierde. Ja. Maar wat ik altijd doe bij dat cirkeltje, ik schiet het altijd allemaal meteen af. En dan hou ik die booster over. Boerenland! Ja, ik heb wel nooit zin om te wachten. Oh, boerenland, ik wil boerenland. Boerenland. Mm-hmm. Oh, ze is bijna, Sharon is bijna, heeft mij bijna ingehaald. Lars is zevende geworden, wat een afgang. Björn tweede, Annette achtste, Sharon eerste. Ik vind het zo stom, maar al die mensen die Mario Kart veel laten hebben, ik heb het hele jaar al kunnen oefenen. Sommige mensen hebben Mario Kart. Sharon, jij hebt Mario Kart volgens mij nog niet eens zo lang, maar ik ben nu al 10 keer beter. Ik sta niet zo goed zo te zien. Ik heb maar 2 mensen achter me. 3 mensen achter me. Maar Boerenland, die ken ik. Want die had ik ook op de Wii. Ja, en hij heette Mimiu... Moomoo Meadows. Moomoo Meadows. Mimiu. Dat is net een kat. Mimiu. Nee, dat is... Ik ga het niet wel laag. Ik niet zo lekker aan mijn woorden nog. Hij heeft 1 week niet gestreamd hoor. Ik kan niet eens meer normaal. Elke keer als ik over zo'n ding heen rijd, dan spit ik zo hard en zo agressief met mijn machine. Echt niet goed. Yes. Dat is een beetje van maar. Schietvlammetjes. Komt iemand met vuur achter me aan? Ben jij dat? Nee. Ik zeg net iemand schiet vlammetjes. Oh, ik hoorde alleen vlammetje. Yes, ik heb nu de hoogte. Jij bent. Oh, kak. Ik moet wel omhoog blijven met mijn controller. Nee! Het lijkt me echt heel leuk om het een keer mijn bewegingsbesturing te proberen, maar aan de andere kant ook niet. Ik denk dat het totaal misgaat als je dit gewend doe bent. Doe het alsjeblieft, als je het doet, een keer op stream. Ik heb ook nog steeds van die wieltjes. Die moeten samen wel met bewegingsbesturing eigenlijk. Ja. Ik heb 1 keer, volgens mij was dat toen met jou. Toen met z'n tweeën op 1 Nee, ik ben even eerste en dan meteen zo'n blauw schild. Gewoon die 1 seconde dat ik eerste ben. Dat is gewoon heel gemeen. Sorry, wat zei je? Dat volgens mij dat 1 keer dat we Mario Kart op stream hebben gedaan en toen samen op 1 Switch. Dat ik toen stond per ongeluk die controller voor mij, of de joystick variant voor mij aan. En toen klopt. Knalde ik overal tegenaan. Ja, dat weet ik nog inderdaad. Dat was het dat ik er was. Leon is eerste. Het ging niet zo goed voor mij. Dit is een baan waar ik normaal heel goed in ben.
Nee, ik maar besef niet, even. Ik moet niet meer een grote mond hebben voordat we beginnen met rijden. En Sammy XD, dankjewel voor het volgen, welkom. Nee, je klikte de verkeerde aan. Nee, wat doe je nou? Iedereen. Nee, met de ene controle doet het niet meer. Ik weet niet of nu weer wel. Hij werkt eigenlijk niet meer. Ik hoop dat hij het zo wel weer doet. Het zegt nieuw volgmuziekje is zo leuk. Ja, ik had hem eigenlijk alleen ingesteld voor de Valentijnsdag stream. Omdat het wat ze zingt is I Fancy You. En toen dacht ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ik hou hem gewoon. Oh, ik schrok even. Mijn ene controle deed hij niet meer. Oh jee. Het is van London Boy van Taylor Swift. Oh. Ik hoorde net wel een ander muziekje, maar ik heb er niet zo op gelet. Welke ik hoor. Oh, dit is ook een goede baan om die drift mee te oefenen. Oh, nou zie ik het pas. Het kasteel staat op zijn kop. Oh ja, ik het is mij ook niet opgevallen, maar alles draait hier een beetje, zie ik nu. Alles staat op zijn kop. Dit zie ik echt gewoon nu pas. Ik heb deze baan echt wel heel vaak gespeeld, maar ik had niet dat de helft van de baan op zijn kop staat. Sven, ik had even geen zin in het blauwe schild, dan maar remmen. Ja. Dat heb ik ook een keer geprobeerd, maar toen trapte hij er niet in. Nee. Ik was dus net echt gewoon de vorige race, was ik heel even eerst. Echt gewoon maar die ene seconde. En in die ene seconde, toen gebeurde het. Een blauwe schild. Ja, hallo. Oké, ik ga ook met mijn hoofd heet het zo. Als je die baan hebt waarbij je een deel schuin gaat. Ja. Ik voel aan mijn nek op een gegeven moment een soort van druk. Omdat ik dan de hele tijd met mijn hoofd ook zo schuin ga staan zonder dat ik het door heb. Sorry. Nou, vijfde, hè? Dus zijn we gewoon eerste. Sharon is weer eerste. Hoe dan? Wat is er gebeurd, Lars en Sven? Geen idee. Sven zegt net, die is vierde. Dus die is net, Sven zegt, oh, wat gaat het nu te slecht? Ik denk dat ik te veel gekart heb vandaag. Kan dat? Sharon heeft geoefend. Oh, wat ga ik doen? Normaal zou ik voor Boeboe Boerenland op die toads bijgaan, maar die hebben we nou al gehad. Ja, dus daarom. Maar deze vind ik niet zo. Maar deze vind ik wel allebei. Ik ga Boerenland opnieuw doen, want net ging die prut. Ik wil een nieuwe kans. Ja, ik hoop dat het een babypark. Als het willekeurig is, dan kan het dus ook een regenbooggebaan worden of iets anders wat nog vreselijker is. Dat is wel waar. En het bord. Willekeurig. Mee. Jouw kaart. Ja. Ja. Nou, Sharon heeft een hekel aan Boerenland. Ik vind die zo leuk. Dat was op de Wii ook even. Op de Wii, mijn favoriet was het winkelcentrum, maar Boerenland was echt volgens mij tweede keuze of zo. Ja, winkelcentrum, dat vind ik echt jammer dat die hier niet op zit. Ja. Ik had dus geen Wii, maar de keren dat ik op de Wii speelde, wilde ik die altijd doen. Daar was ik echt op een gegeven moment zo goed in, want ik deed altijd die. Ja. Ja, ik heb dus. Ik was sowieso niet zo goed in de Wii, maar dat kwam omdat als je het zelf niet hebt, dan ja, is het veel moeilijker. Ja. Sowieso op de Nintendo DS en de Switch is het wel makkelijker te leren zo dan per week te spelen, denk ik, dan op de Wii. De Wii deed ik overal toch na. Nou, en de Wii had je ook stuurtjes. Ik had meteen stuurtje. Oh.
Ja, maar dan ga ik nog zitten. Het is makkelijker met stuurtje, omdat je dan al het gevoel hebt van hoe je... In een auto zit? Ja, nou, ik heb in een auto ook net gereden met mijn stuur. Toen ik met mijn Wii kocht, had ik nog mijn rijbewijs niet. Hè? Maar het is meer het logische gevoel. Want zo'n Wii-afstandsbediening is natuurlijk gewoon een rechthoek. Ja. Maar met zo'n stuurtje ziet het er wat logischer uit met wanneer je moet draaien, zeg maar. En ik vind dat deze Switch controllers, die Joy-Cons die ik nu heb, met dat houdertje voelt ook al wat meer aan als sturen dan als je gewoon alleen die Joy-Con in je hand hebt. Ja, precies. Ja, nou, ik heb sowieso niet zo'n logisch gevoel met sturen. Ik dacht van wel. Maar mijn eerste rijles, toen zei mijn rijinstructeur toen mocht ik alleen sturen, of niet met de koppeling en zo. Hè? Zei die, lijkt net alsof je in een bochtsauto zit, wat jij gaat. Hoe rij je dan? Wat? Dat je dus nog niet mocht, je mocht dus nog niks met de koppeling, je mocht alleen sturen. Nee, de eerste les niet. Nee, dat zag hij bij mij niet zo zitten. Dat is ook wel goed ook, want de eerste les ben ik ook al meteen tegen stoeprand daar gereden. Met mijn stuur. Ik mocht wel gewoon rijden mijn eerste les. Mijn eerste les was trouwens in Den Bosch. Ja, ik mocht wel rijden, ja, ik mocht sturen. Maar ik reed toen zelfs niet alleen het sturen al tegen de stoeprand aan. Dus was een autoband lek. Mijn les was tijdig eigenlijk geworden. Oh, ik ben eerste! Wat? Ik zie het, ik ben tweede! Ik ben eerste, ik kan het niet door, ik moest helemaal praten. Ja. Jess is weer terug en Jill is weer terug. Sharon is vijfde, ze is echt... Ja, wat ik wel trouwens had met rijlessen is dat mijn allereerste proefles... Ja, als je zeg maar moet draaien, zeg maar, een bocht moet maken, dan moet je overpakken. Dat deed ik dus niet. Dus ik ging er met mijn armen zeg maar gekruist. En toen moest ik dus naar zo'n leeg parkeerplek rijden van mijn instructeur. En dan moest ik daar dus alleen maar bochten maken. Dus die mensen die daar voorbij rijden, die dachten echt, die is dronken. Want je ging echt zo zigzaggend over die parkeerplek heen. Ja, nou omdat ik dus alleen moest sturen, zei mijn rijinstructeur ook echt tegen mij. Ook tijdens mijn proefles zei hij dat al. Het lijkt net alsof jij in een botsauto zit, zo heftig stuur jij. Maar ik vond het zo leuk. Ik had er zoveel plezier in. Ik vind het zo maar hij zei, je hoeft niet zo hard aan dat stuur te trekken. Je hoeft gewoon rustig sturen. Ja, je hoort Ine en Carl, Jesse. Hallo. Oh, Lars heeft dus alle schilden gebruikt tegen Sven. En Sharon hoopt dat deze niet wordt gekozen. Nou, deze wordt wel gekozen. Deze vind ik zo leuk. Oh nee, ik vind deze niet zo, hè? Vooral omdat ik wist dus... Ik weet niet of het straks nog steeds een van mijn favorieten is. Nu ik het boosten een beetje door begin te krijgen. Maar dit was gewoon een baan waar ik goed in kon zijn en je niet afhankelijk bent van een booster. Sven, wil je me alsjeblieft niet inhalen? En Lars ook niet, ik vind het niet zo aardig. Ik vind het wel leuk om eerst iets te staan eigenlijk. Och, je schild. Ja, dat was mijn periode dat ik eerst stond, ik sta nu weer achter. Oh, ik merk trouwens aan me... elleboog dat ik nu eigenlijk ook te lang aan het racen ben. Want ik voel dat mijn ellebogen niet zo leuk vinden dat ik elke keer met mijn armen zo omhoog trek voor een boost. Laat ik dat nou constant moeten doen bij deze baan. Ik heb gewoon het idee dat mijn controles soms een beetje laat reageren. Oh, maar kak. Ik hoop niet dat ze kapot gaan, want dan... jammer. Dat driften moet ik niet op deze baan doen. Het gaat helemaal slecht. Voor me geraakt naar mijn geschild. Ik sta gewoon negende. Wat is dit? Dit is gewoon een baan dat ik in de top 5 hoor. You belong there. Ja, doe dan maar de top 7, want Sven en Raf ermee. Dan top 7. Ik druk nu ook heel vaak per ongeluk op de driftknop in plaats van de beloning activeren knop. Daardoor gaat het nu ook heel vaak mis. Ja. Mij gaat het ook niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Hoe komt dat ook? Ben je net geraakt in een kunstschuld? Ja. Was die van jou? Nee, ik niet. Nee! Sven! Nee, geen banaan. Volgens mij was die van Sven. Nou, daar ging mijn top 5. Ik was even top 5. Misschien... En degene die een blauw schild krijgt, krijgt hem net na de finish. Oh, dat was hij niet. Nee.
Maar Jill, ze gebruikt dan gewoon zit er. Ja. Ja, ik ben zo gewend om dit te doen. Oké. Okay. Oh. Oh, we zijn al klaar. Zijn we al klaar? We zijn al klaar. Oh, je bent er nu later ingestapt. Maar ik ben al klaar. Ja. Even kijken. Annette zegt, ik kom voortaan alleen nog maar in call racen. Dat gaat een stuk beter. En Lars zegt, dit toernooi gaat vele malen beter dan de vorige. Het eerste toernooi was een opwarmertje. Sharon is ook nog niet klaar. Tweede vindt Sven nog prima. Oh ja, Lars is eerste. Zie ik al. Sven is tweede. Lianne derde met precies 100. Sharon vierde. Bjorn vijfde. Ik zesde. Schilt bij één puntje. Annette zevende. Jij bent achtste. Maar ik weet niet, moet Annette nog racen? Want je zou Annette nog kunnen inhalen. En Phoebe negende. Maar die is er volgens mij op een gegeven moment... Die is op een gegeven moment uitgestapt. Maar Annette hoeft niet meer te racen. Dus je hebt maar 6 punten nodig om haar in te halen. Dus dat lukt je denk ik wel. Ik sta nu tweede. Ja, dat lukt je wel. Oh, nee, niet meer. Ik sta derde. Welke baan heb je? Die Yoshi circuit. Ja, die ben met Phoebe en Sharon aan het racen. Oh, die mij nu omver rijdt overigens. Dat is niet zo aardig. Nou zeg, 23 punten verschil. Wat is er gebeurd tegen Sven? En Bjorn, waarom staat Sharon boven mij? Oh, heerlijk dit. Ja, ik weet niet alleen of het nut heeft om de ranglijst opnieuw... Nu nog niet, want we zijn nog bezig. Ja, maar toen ik het de vorige keer probeerde, toen was hij ook niet geüpdate. Ja, ik ben benieuwd. En hoe gaat het? Wees onze sportcommentator. Wat? Oh ja, ik ben heel erg in de focus. Ja, zo vermoedde ik al. Het is zo stil. En ik vraag iets en het blijft stil. Ja, ik dacht, heb je het nou tegen mij of niet? Kijk, Sven zegt, vorig toernooi ging goed. Alleen dit toernooi was zeg maar het toetje die slecht ging. Meerte Elise, komt er net bij hoor, Meerte. Ja, het gebeurt sowieso niet zo vaak dat ik helemaal stil ben. Dus. Nee, dan moet je echt wel in de volle focus zitten. Dat je nu gewoon mij gewoon helemaal negeert. Sorry. Maar hoe gaat het nu? Nou ja, nu niet zo goed meer tegen me praten. Toen reed ik het ravijn in. Maar ik sta tweede. Zegt ze nu niet zo goed meer, maar ik sta tweede. Nee ja, ik reed het ravijn in. Maar ik had best wel een... Sharon gaat mij nu inhalen met zo'n stomme... Ja, tuurlijk. Dankjewel. Rij me ook even voor me ver. Met zo'n stomme ster. Even kijken. Nu sta ik derde van de drie. Annette zegt, blijven praten, Kim. Blijven praten. Nee, hou je mond. Nou, ze zegt ook, ik heb met alle races 5000 munten verdiend. En dus een nieuw voertuig. Misschien dan een nieuw voertuig maar proberen. Lars vond het gezellig. Nieuw voertuig proberen. Oh, nee. Oh, net zo niet. Ik ben derde geworden. Maar ja, we deden er maar 3 online mee. En de rest is allemaal computer. Maar goed, ik ben wel derde geworden. Het maakt verder niet uit of we meededen. Sharon in chat. Tweede. Sorry, Im. Ja, echt. Niet aardig. Maar met derde krijg je alsnog 10 punten. Dus dan heb je Annette wel ingehaald. Sharon moet volgens mij nog een keer, zegt ze. Maar de race is klaar. Je zit weer in... Heb jij het scherm en gekregen? En ik heb Annette ingehaald. Oké, gaan we even kijken of ik het ook kan zien. Jou heb ik niet ingehaald. Ja, ik zie inderdaad een update. Ja. Sharon is derde, Lianne is nu vierde. Dus Lianne en Sharon zijn van plek gewisseld en jij en Annette zijn van plek gewisseld. Ja. Sorry Annette. Annette zegt, ban Im en dan nee hoor, nuts you. Nuts you too. Maar ik ben wel blij dat ik je heb ingehaald. Maar Im, dankjewel dat je mee wilde doen in call. Ja, graag gedaan. Dus volg Imstreamt als je wil zien wanneer zij weer live gaat op haar kanaal. Maar dankjewel. Ja, ook dankjewel voor de revanche. Voor de revanche. Nou ja, nee, oké. Ik ga er vandoor. Doei. Doeg. Im kwam echt niet meer uit de woorden na een lange stage en in de volle focus, ja. Was zeker gezellig, Bjorn. Dank jullie wel allemaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En join mijn Discord, dan weet je wanneer ik weer live ben. Dan weet je wanneer er weer video's op mijn YouTube-kanaal komen. Doeg. Thank you.